En de Saramakkaanse taal heeft nog geen officiële schrijfwijze. Echter zijn er 3 voorstellen voor de schrijfwijze die nu al gebruikt worden. Dit haalde Leni Eduards afgelopen woensdag aan tijdens haar afstuderen aan de Antetokounmpo Universiteit. Ze verdedigde haar masterthesis Veranderend taalgebruik van Saramakkaners in Suriname. Dit is een onderzoek naar de status van de Saramakkaanse taal in haar meertalige context. Eentje komt van Voorhoeve en Donisi. Een tweede komt van Roundtree en Klok. Dat is het Summer Institute of Linguistics. Zij hebben de Bijbel vertaald in het Saramakkaans en met hun schrijfwijze hebben ze dat gedaan. Dan heb je een derde, dat is van Tamundu. En je hebt ook eentje van Finye Habu van Pikinsley. Het zijn mogelijkheden. Ik weet dat laatst nog professor Yabini bezig was om een onderzoek te initiëren, om te kijken naar de schrijfwijze en te kijken naar welke de Saramakkaners prefereren. Maar wat, ik weet niet wat de uitslag daarvan is, wat het resultaat is. Natuurlijk als de professor zover is, dan denk ik dat we dat wel zullen horen. Eduards haalde aan dat ook Saramakkaanse ouders de taal moeten praten met hun kinderen, zodat de taal behouden blijft. Ook merkt ze op dat die ouders hun kinderen Saramakkaanse literatuur moeten laten zien en laten lezen. Want wat doen we? We geven die kinderen alleen maar boeken die in het Nederlands zijn geschreven. Maar de SAL had ook een heleboel verhaalboekjes. Toen de tijd, ik denk dat we ook weer moeten gaan werken aan deze dingen om genoeg leesboeken te hebben voor die kinderen in de Saramakkaanse taal. En dat zal helpen voor die kinderen dat wanneer ze opgroeien, ze ook iets meenemen van de Saramakkaanse taal. Maar het is heel moeilijk om in een andere leefgemeenschap te zijn en heel goed te zijn in een andere taal. Dus ik begrijp wel dat het moeilijk zou zijn voor die kinderen om in Nederland, in Amerika of waar ze zijn te zijn en de Saramakkaanse taal heel goed te kunnen spreken. Maar als jij begint te praten met ze, dan denk ik dat we al half op weg zijn. Eduards is met een 7 als eindcijfer afgestudeerd. Hiermee heeft zij de graad master in de Nederlandse taal en cultuur behaald.